Wat met alles lekker? En er is van Starbucks. Dank u wel, sorry. En let's sit down. Gaat het, meneer? Nam je nog een takkie? Zijn een takkie? Kom, 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 praat hier. Zijn een takkie? No. Zijn je actie? Zijn Ruja. Ja? Zijn Ruja. 2 jaren geleden de Nakwang grondzet hectare. Tangano, Tide, Tamara. Next thing. Een camera jij. Een camera jij. Next thing. Welke camera je bot? Ja, ik heb een geconfronteerd worden dan. Meneer Surin. Ja, ja, ik ben districtsraadlid van Wanica. We zijn vandaag een petitie komen indienen in verband met perikelen van het grondproblematiek. Dan zijn we een petitie aan de DNA en de leden komen aanbieden. DNA-voorzitter en leden. Wat voor problematiek? Nou, aanvragen die jarenlang in behandeling zijn, worden niet behandeld. Maar gronden van bestaande mensen die op percelen wonen, worden ingepikt. Dat is een van de punten. Een ander punt? Wat zei u? Dus dat is in het algemeen. Dus dat mensen die 10, 20 jaar wachten op verlenging, toch? Dat die zaken niet behandeld worden, maar dat als iemand kan binnen 6 maanden, een jaar een grondbeschikking krijgen. Dus dan is er, het gelijkheidsbeginsel wordt dan niet toegepast. En dit zijn allemaal benadeelden? Ik heb geen mobilisatie gepleegd. Mensen zijn op oproep gekomen. En het kunnen mensen zijn die de zaak steunen, het kunnen mensen zijn die grondproblemen hebben. Bent u ook slachtoffer? Ja, ik ben ook slachtoffer en daarom heb ik het initiatief genomen om dit aan te kaarten. Wat is uw geval, als u even uitlegt? Wat zei u? Uw geval. Mijn erfpachtrecht zou in 2021 vervallen. Ik heb het in 2020 verlenging aangevraagd. En vorige week donderdag kreeg ik te horen dat mijn perceel reeds verdeeld is. En toen ben ik aan de bel gaan trekken. Verdeeld aan wie? Aan 4 stichtingen en 1 persoon. En ik heb uittreksels van de stichtingen, toch, aan wie het verdeeld is. 3 stichtingen zijn op naam van Matau Ajay. 1 stichting staat op Forsweek, Rogana, Marionella. Toch?
Kijk, de naam zegt mij niet veel. Ik ga niemand beschuldigen. Maar als je ziet vorige week, dan... En de andere is... de vrouw van Matau Ajay, dat is Santusha Ramsudit. Dat zijn de vijf organisaties of mensen die perceel een bereidsverklaring hadden gehad van mijn perceel. En u bent niet de enige die dit meemaakt, neem ik aan? Nee. U leest elke dag op media. En ik denk dat daarom gisteren de minister was ontboden door de president. We weten niet wat er afgesproken is, maar ik denk dat dit een van de redenen is. Zijn een petitie komen indienen? Wat zei u? Wat zijn die komen doen? Wat zijn die komen doen hier? Een petitie komen indienen. Ja. Dus je hebt 5 mensen hebben een bereidsverklaring gekregen? Van mijn perceel, ja. En hoe groot is uw perceel? 1,4 hectare. En het is helemaal gecultiveerd, gebruikt het helemaal voor waar het bestemd was? Ik heb landbouw erop gedaan. In 2022 hebben we echt die regen gehad. Waarbij mijn perceel 4 weken onder water was. Ik heb foto's. Toch? Vanaf wanneer cultiveert het? Ik ben 61 jaar, ik heb rijst daar geplant. Dat hoef ik niet veel te zeggen. En wie zijn de namen die de rijstverklaring hebben gekregen? Matau Ajay de enige persoon is die de stichting heeft. Ajay Matau. De andere persoon die heeft gehad, dat is zijn vrouw, Santusha Ramsudit. Dus man en vrouw hebben gekregen? Ja, en die andere stichting staat op naam van Forswijk, Rogana, Marionella. Dus we hebben Ramsudit, we hebben Forswijk, we hebben Ajay Matau. Ajay Matau, dus dat zijn er drie. Ja. En die hebben bereidsverklaring gekregen van uw terrein? Ja. En intussen zijn de bereidsverklaringen, denk ik, ingetrokken. Toen hij aan de ministerie gezet. Dus dat zeg ik, heb niet via de pers gemobiliseerd. Dus dit zijn mensen die... Benadeelden zijn. Misschien benadeelden zijn die mij zijn konden ondersteunen. Ondersteunen en ook benadeelden. Ik ben ook ondersteunen, maar ik ben ook benadeelden. Dat ben ik 2 jaar geleden. 6 hectare. Ik ben niet abiel. Dit is nou familie niet abiel. Maar familie is niet. Ik hoor het mensen. Bereidsverklaring. Dat is iedereen het probleem hier. De mevrouw Ramsudit. Maar allemaal probleem. Stichtingen die 3 mensen hebben bereidsverklaring gekregen. Hoe neemt u proces? Is perceel al meer dan 80 jaar in de familie. Hoe is het 3 generaties eerder? Voorouders. En papier is 60 jaar oud. 18 maanden regeling, de maar wacht die, de maar dat die. En God dat mij deden, 18 maanden regeling, ik mij deden, dat mij nabestaande hier, binnen 18 maanden, moet zitten papier aan de twijlaat zien. Dat maar eigenlijk, nu de moro zijn we abangur origineel, dat er al de maar zit dat papier aan, dat de maar... Nake, dat is mijn luru, mijn lekoa oru kubu. Of van Kaiman. Oorspronkelijke boe, titelgerechtigde DD. De nabestaanden die bezig zijn, zitten op papier komen. En nu, na 18 maanden, de man, ziet dat ik de man kokori, dat ik mij wacht aan 40 jaar grondhuur. Even grondhuur. Je bedoelt een grondhuur, pach. Erf pach. Ja, grondhuur 40 jaar. Ja. Dat is als een vervalbaar. Wie aan het vervallen, maar die toeren nog een verval. Maar die in een. Maar de man behandelen als het dat is. De contraman, kijk daar grond. Nee, maar voor af 40 jaar toe. Dus nu kiezen ze toch 40 jaar. Ja, dat, voor het verval, binnen 6 maanden, voor het verval, je moet weer aanvragen. Ja. En de man is dan. De tramai, je wil lukken, dan ja, het is nog geen behandeling, het is nog geen behandeling. Maar later hier, dat trauma vind ik, dat zijn allemaal niet zo'n... Allah de manja. Een probleem. Heb je $5,000, dan zit je binnen 2 dagen. Het zou toch van goed fatsoen getuigen, als je perceel vervalt, dat je 6 maanden van tevoren op de hoede wordt gesteld van door het ministerie. U weet het rechtssysteem toch? Je moet echt gebreken worden gesteld. Ja, ik wil ook papieren aan die. Kijk.
Maar dus doe je nou terwijl al bij de verval dat de makkeraar bent niet. Dus het zou in 2021 vervallen en ik heb in 2020 heb ik verlenging aangevraagd. En in dat heel proces heeft men het verdeeld. Dus voor zo'n verval de maar verdelen. Dus eigenlijk ik op de maar uitdag lukken. Nu aan verlenging, maar al verval 2021. En mag ik even storen? Jawel. If this no city, dat heeft er nog een. Bij de manaki. Kom we in, Saramaka. Westerij. Westerij. En if you understand, they are drop president. Meneer Belfort, ik tak asan this no city. Ik wil mensen maar konjassen. Ik heb een project, leg jouw best naar me. Ik heb een tori, ik heb een media. Ik heb een partijgenoot, ik heb een appgroep, een Bob-appgroep. Omdat ik heb een tori, ik heb een project dat ik verkeerd heb, ik heb voor mij een appgroep. Een appgroep is alle vergaderingen, kies, informatie. Ik heb voor mij een. Ik heb een taki, ik heb een fight. Maar als je een sans verkeerd, ik mag taki, ik moet taki, ik ondersteun een sans verkeerd. Direct met de persoon aan grata. Nou, ik ben alleen maar aan het in Abok. Omdat ik dat sabako project heb. Ik heb het gewoon. Praat de grond. Ik ben de president toch? Ik heb het al de grond voor de bakkerlanders maar aan u. Dan ben ik praat in Abok. Dat is mijn advies aan de president voor u. Look hoe we leven al langer dan een jaar. En we hebben een Simon opschorten. Samsanu. Al we leven verder toch? Mijn jaren de mijn bouwdrapen. Daarom heb ik met mijn strijd aan de man. Daarom en zo waren we met de sani. Hoe kan dat aan in het parlement? Sabaku project is in Kronenburg. De inheemse konja, Pikin Saron Tori, de drape, Tusma de. Amgrong. Utakatori, ja, telek nou. Maar je geeft jou in een zaak. Nou, mannen, hou aan. Tide, u kies wat trakroep Jabaka. Uit ervaring met Taki, de mannen, zet dat Tori die zie. Omdat kennelijk belangen is spelen. En zolang het belangen is spelen, na alle toezien van regering, dat is mij duidelijk de mannen op niks. En dat is maar dan nou toe. Ik zal mijn groep konden dan nooit toe. Maar ze dan nooit toe. Ik ga gewoon de rechten verschil. Ik ga gewoon mijn bouwdrappen. En gewoon de rechten standaard. Nee, dat heb je. Meneer Belfort, zou assemblee kan doen? Want anders is er een ding maar op grond. Dat is maar ik kon tek den grond bouw. No, nu gebeurt het ook in de stad. Alles zie deze mensen zijn van Wanika. Mee attacki aan bevolking. Het gaat niet om welke bevolkingsgroep. Zolang als aan de kroon moet attacki. Assemblee wat doen? Kartas aan aanvoer. Eigenlijk regering. Pakas aan boe aan. Bij Sabaku project. Mee kartas aan. Ik ben slachtoffer geworden van Sabaku project. Omdat mee attacki. Geen probleem. Regering is nog de staat voor zet aan grond tori. Next. Mee attacki lukken. Je hebt agenten die geen persiel hebben. Je hebt militaire verpleegkundigen, je hebt leerkrachten. Nood. Pura grond naar de assemblee. En nu is dat mijn handen, dat stekte op een Sabaku project. En nu ben ik president. Met alle de groep pura de man aan nu. Dan met tak KPS. Konden we lijst naar de urgente gevallen. Nationaal leger konden naar de urgente gevallen. Leerkrachten konden naar de urgente gevallen. De hostelman konden naar de urgente gevallen. Dan met praat aan grond die alle des madati. Dat een president moet doen, dat mijn adviseur. We leven verder en de mijn bouwdrappen meer dan mijn serum op fiskafel. 30.000 euro. Zijn de makies gratis is de. Parlementariër deed dat ik aan mijn bijgrond, gidep chiefing. Hoe kan dat? Dat mijn mag taki, dat hij met taki, dat direct met de persoon aan grata. Dus afvallig is stemt op UNU, voor kon je naar onze vervallen voor vijfde volk. Dat hij op een vijfde volk, dat direct de mijn poeri uit de appgroep, wat in de boom. Ik hoor hem voor. Wat er mij komt aan mijn lachen, dat naar politiek. Dat aan de politiek naar vervoer. Je vervoer aan grond van volk. Daarom vraag ik. Regering moet veranderen het systeem. Noto aan regering kan gaan zo toe. We hebben 20 zetel. Dan gaan we moeite doen. En dat is het in de stad. Hier is een stem. Maar
80% is teleurgesteld op de regering. Patori, dit is nog zitten, meneer. Je stem geeft VHP. Mijn stem geeft wabang. Mijn VHP kan geen VHP. Maar mijn stem en wat mijn stem. Unu, if Uliba DC, de volgende regering komt, dan want ik een camera view vrij, moet ik op de camera view. Mijn man doet niks. We beginnen dat kracht. If je nog maar 10 naar 20, 20 zit er nog maar dat kracht. Da, jong. Ah, hé, meneer Van Staan. Anderen mogen aansluiten. Je mag meer aansluiten. Meneer? Meneer, de rest mag aansluiten. Gaat een beetje meer achter. Goed, ga spreken. Goed, ik ga hier staan. Maar hier gaat de voorzitter staan, dus je moet daar. Yes? Maar dan kijk ik die hier, die kunnen niet meer dan. Meneer, maar die voorzitter staat hier, je moet aan de andere kant. Sorry, kom eens even. Dennis, het is altijd een beetje klein. Moeten beter worden ontvangen. Goedemorgen. Als journalisten moeten beter akkomoderen. Oké, go. We gaan een petitie ook indienen. Het werkt niet. Het kan beter werken. Het werkt wel, maar het kan beter werken. Ja. Wie? Van de DNA. Ik ben Soren Gordayal. Ik sta hier als districtsraadlid, maar ook als een benadeelde. En achter mij staan personen die de zaak zijn komen ondersteunen, maar ook benadeeld zijn. Iedereen die Gordayal kent, die weet dat hij een man van weinig woorden is en meer doet. Ik zal het snel lezen en dan gaan we ons weg vervolgen. Petitie. Ik zal even mijn bril weghalen. Ik lees zonder bril. Bescherming van landgrondrechten en tegen grondroof in de Republiek Suriname. Aan de voorzitter en leden van de Nationale Assemblée van de Republiek Suriname. Geachte voorzitter en DNA-leden. Wij ondergetekenden richten ons tot u met een urgent oproep geworteld in een groeiende bezorgdheid die diep resoneert onder vele Surinamers. De escalerende kwestie van het onrechtmatig toewijzen van gronden aan derden door functionarissen van het ministerie van GBB. Ondanks dat de rechtmatige eigenaren volgens de juiste procedure de verlenging en een verdeling van hun gronden hebben aangevraagd. Achtergrond. De essentie van partijpolitiek, van politiek leiderschap is geworteld in dienstbaarheid, integriteit en onwrikbaar eerlijkheid. Alhoewel wij de inherente complexiteit van de politieke arena kennen, mogen wij nooit de fundamentele plicht vergeten die elk lid van deze eerbiedwaardige assemblee heeft. Het welzijn en rechten en de rechten van de Surinaamse burger te waarborgen. Reden voor deze petitie. Verlies van waardigheid en rechten. Grondroof leidt niet alleen tot financieel verlies, maar berooft individuen van hun waardigheid, veiligheid en toekomstperspectieven. 2. Uitdaging van rechtsstaat. Deze kwestie, als ze niet adequaat wordt aangepakt, ondermijnt de principes van onze rechtsstaat en het vertrouwen van burgers in hun volksvertegenwoordigers. 3. Noodzaak voor snelle actie. De urgentie van deze zaak vereist onmiddellijke en effectieve maatregelen. Onverzoek. Stel een grondig en onpartijdig onderzoek in alle meldingen van grondroof. Implementeer strenge maatregelen en sancties voor degenen die betrokken zijn bij grondroof, ongeacht hun positie of invloed. Creëer een toegankelijk en transparant systeem waar burgers hun bezorgdheid kunnen uiten en steun kunnen vinden. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om te zorgen voor het welzijn en de rechten van elke Surinamer. In deze cruciale tijd kijken we naar u, ons gekozen volksvertegenwoordigers, om deze verantwoordelijkheid voor ons te nemen en te dragen. Met diep respect in afwachting van uw reactie, met hoogachting Soren Gordayal, districtsraadlid van Wanica en namens mede alle mede-ondertekenaars. We hebben een petitie en we hebben
honderden mensen die de petitie hebben ondertekend. Zoals ik zei, ik ben ook slachtoffer. Dus ik heb stukken hier als bijlage waarbij mijn perceel is verdeeld. En er zijn 4 stichtingen en 1 persoon. En we hebben ook de uittreksels van het stichtingregister, waarbij u kunt zien wie de mensen staan achter de stichtingen. Voorzitter, mag ik u dit aanbieden? Hey, dank u wel. Prima. We nemen het in ontvangst en we zullen alles in het werk stellen om dit door te geleiden naar de regering. Maar ook vanuit het parlement gaan we naar kijken. Kijk, als land hebben we een aantal uitdagingen. En die commitment die we hebben gemaakt met elkaar om naar al deze zaken te kijken. We vinden dat zaken transparant moeten kunnen plaatsvinden. Ja. Maar we gaan die verschillende belangen moeten bekijken, zodat er rust is in die samenleving. Ja, niet lang geleden hebben we ook een aantal petities hier gehad van de inheemsen over grondrechten. Dat is ook een uitdaging voor ons. Maar we geloven erin dat met dit team, en u ziet dat die sterke vertegenwoordigers van parlementariërs hier, dat we gaan proberen samen met de regering, step by step, alle problemen die er zijn, of de meeste, want soms kan je niet alles in één keer oplossen, maar we gaan ons best doen om oplossing te brengen, zodat er rust is in die samenleving. Dank u wel. Wij ondersteunen ook de inheemsen en de binnenlandbewoners voor hun grondrechten. We steunen dat als Surinamers. Goed, dankjewel. Fijne dag. Kan je ook wat vragen stellen? Morgen. Als we zo lopen, als we klaar zijn hiermee, dan kunnen die vragen komen. Ja. Oké, geweldig. Ik zweet me helemaal zo hier. Hier is zo druk. Laat me het aan. Ik zie toch wat iedereen wil als eerste. Nee, maar je moet niet doen, toch? Gloria. Ik ben zo klein. Ja, schat, ja. Voorzitter, hoe gaat het u? Als je naar mij kijkt, dan is het beter. Laten we het aanstaan. Voor mij kijkt de voorzitter liever naar vrouwen dan naar mannen. Nou. Oh, heerlijk. Beetje in de schaduw. Ah, hier is beter. Hier is beter. Yes, ja. Voorzitter. Nee, voorzitter, goedemorgen. Gloria hier. Goedemorgen, Gloria. Gloria. Ik ben oud, dus je moet me voor laten gaan. U heeft net gehad over hoe gaat naar alle belangen kijken. Als ik grondhuur heb van 40 jaar, zijn er toch geen andere belangen? Het is toch alleen maar mijn belang? Want het is van mij geweest al die jaren. Dat klopt. Dus welke belangen gaat u nog meer bekijken dan? Nee, we hebben als land een aantal uitdagingen. Ja? En ik bevestig dat de petitie die we hier in ontvangst nemen, we serieus werk van maken. Dus daar gaat het over. Maar u weet, wanneer we praten over die stedelijke ontwikkeling, hebben we ook de kwestie van grondrechten, die we ook naar moeten kijken. Ja, er wordt ook over conversie gesproken. We moeten ook naar kijken. Dus het parlement houdt rekening met alle belangen, dwars door het hele land, etniciteit, begrijp je. Want wij willen rust in de samenleving. En kunt u ook aangeven of vragen aan de minister om even alles even tot stop te zetten? Tot het echt allemaal onderzocht is? Ik moet het verhaal van beide kanten horen. Ja, dus en op basis daarvan kan ik zeggen, dit zal het beleid zijn. Dus voor nu kan ik dat niet aangeven dat ik het zo ga aanpakken. Ik heb die stukken gehad, dus ik ga ze bestuderen. Over transparantie. Voorzitter, wat stelt u voor? Kijk, we hebben wettelijke regelingen. Mm-hmm. En die moeten ten alle tijden worden nageleefd. Maar meer nog, kijk, bestuur moet voorspelbaar zijn. Het moet transparant zijn. Dus die overheid
zou meer met voorlichtingsprogramma moeten komen, zodat de mensen weten waaraan ze zich moeten houden indien ze een bepaalde case hebben. Dus dat bedoelde ik. Ja, zorg de grondzaken voor fricties binnen die regering, met name tussen de ABOP en de VHP. U praat nu met de voorzitter van de Nationale Assemblée. Ja? Als u wil praten met mensen van de ABOP, dan moet u gaan naar de Jaguarstraat nummer 1. Maar nu, hier, aan de waterkant nummer 10, praat u met de voorzitter van de Nationale Assemblée. En als voorzitter van, van het parlement, is dit ter oren gekomen of dit voor frictie zorgt? Het interesseert me niet eens. Wat me interesseert is mijn werkzaamheden als voorzitter van de Nationale Assemblée. Bent u eens met het beleid dat al jaren is gevoerd? Is er überhaupt sprake van beleid? Is er ontwikkelingsvisie geweest op dit gebied? Of is iets dat al jaren mee zeulen als een zware molensteen om onze nek? En dat als een troef is in het spelletje troefkool? Dus het moet beter. Ja? Want niet nu hebben we problemen. Jaren. Ja, en ik denk dat we met elkaar moeten zitten als beleidmaker en zeggen, waar schort het aan? Is het wetgeving? Als het wetgeving is, laten we naar kijken. Als het beleid is, laten we naar dat beleid kijken. Maar ook moeten we het misschien in een ontwikkelingskader plaatsen. Ja, want wilt u eens gronden geven, wat bereik je als land ermee? Ja, dus die discussie moeten we voeren met elkaar. En ik hoop... Nee, dat is niet een kwestie van wat meneer B. wil, wat het land wil. En ik denk dat we daarnaar moeten kijken met z'n allen om rust te brengen, ja, in het probleem van metgronden in het land Suriname. Laten we kijken hoe het andere landen het doen. Eigen belang. De assemblee van ons ook. We gaan nieuwe mensen daar zetten. Die kunnen praten. Dan kun je hem ook een half kontje krijgen. Hij praat niet voor eigen belang. Dit is een trailer. En nu ook een trailer. Dit is een trailer. Dit is niks. Een film moet draaien nu. Heeft de man nog veranderd dan niet. Minister, je kijkt je aan, minister. Kogwe, wat is het? De leider. Kogwe, Robben. Ga de bed. Je mag door dat de toer van een gado. Maar nog een paar maanden. Dan houden jullie tegen God. Ik ga veranderen nog kom.
Abang melok kali politik mal di badi. Kopi tuan tuan. Kali. Jalan melok kat sini, bakal lagi. Damas en heren. Dami no wangi neng. Dalam demo weru ataka datami, dalam macam igwe. Tu bapak presiden dah? Ai. Okay. Bapak asprak nanya? Condro asprak setul lo asprak. Uno mekan asprak. Neng asprak. Main beku asprak presiden. No, pada ada wah problem. Demo tek degro nang asprak. Demo nak degro neti. Try es dere pemici wagi irai in the lady. Neti de bai marki. Lady aktif. Nang orang itu dah auto. Main dengan tak presiden tu on fangu. Ama sabi. Apa sabsan? Ama sabi. Hey, mutu anfang. Nene pamanu ko wata kasi na a director for cabinet to. Okay, mina problem with a director ko. We taking patugers. Mar auro ko musta. With na director ko of president ko. Mar de matika patisi. E de mo buduro ko de patisi. Ana de mo mutur trove. Leke ma fu abo ke ma trove de inde bro ko problem. गाड़ी पर है तो देखिए लेकर पाजे मांगे पहले मैंने मुझे लगे एक्शन होती है आ खुदा खुदा या वहाँ तो दौर को कहीं पता से सोल्व इस द पहले कहीं मार्क फॉर कांटेक्ट या मैंने डायरेक्टर मैं ये खाते लंबी ना करनी है सॉन्ग या इसलिए कि ये पाने Je had een afspraak met de president? Ja, we hadden, laat ik zeggen, we hadden gemeld dat we zouden doen. Oké, en jullie worden dus aan het vallen met dat? Ik ga ervan uit. Maar tevreden met wat u bij het parlement hebt kunnen doen? Jawel, kijk, we hebben niet via de media mensen opgeroepen. Het is geen protestdemonstratie, het is geen betoging. Het is gewoon zuiver indienen van de petitie. Ja, mooi. Ja. Ik zie dat er een beweging daar is. Maar ik heb geroepen dat die stukken al
de Mandrea van Vie terugbakken? Ja, ja, dus ik heb het donderdag gehoord. Mm-hmm. En toen ben ik in beweging gekomen. En het is maandag heeft de minister de bereisverklaringen teruggedraaid. En de minister heeft beloofd dat ze mijn bereisverklaring in orde zal maken. Maar die zaken waren op stichtingen? Ja, op stichtingen. Mogen ja. we zien? Jawel. En onder kijk, welke naam? Is, ja, ik ga, kijk, dit is... Dit is van u? Ja, dit is van mij. Dit perceel, 1,4 hectare. Dit is verdeeld in 5. En... Kijk aan de boom. Dit zijn de stichtingen. Stichting Tridaan. Eén persoon is toen zijn Matau Ajay. Mm-hmm. Stichting, it has been a pleasure om mijn grond te roven. En die stichting is onder? Forsweek, Rogana, Marionella. Verder wil ik geen uitspraken doen. Zegt heel veel hoor, over die naam, maar goed. Ja, dus daarom zeg ik. Die andere stichting. Ook op meneer Matau. Stichting Make Money Change Life door grond te roven. Stichting Bipotwansi. Maar ook onder dezelfde op naam. Op de naam. Dus dan Bipotwansi. Roofperceel Bipotwansi. Nee, die namen hè, van die stichting. Stichting, dus daarom zijn. Dus dat is gewoon iets bedenken. Ik gooi iets bedenken. Stichting. Stichting. Tridaan. Tridaan. Ja. Stichting. It has been a pleasure. Stichting. Make money change life. Style. En ja, stichting. Bipotwansi. Dat is accidental en nou bedenken. Ik zou me schamen om zo'n stichting op te richten. Meneer Goedayal, zijn die bedrijfsverklaringen van die stichting ingetrokken? Jawel, ik heb... De minister heeft de beschikking gestuurd dat de percelen, de bedrijfsverklaringen intussen zijn ingetrokken. Uw erf is weer van u? Nee, het is nu van de staat. Het was toch ingetrokken door de staat? Dus uw ding is nog steeds in... De minister heeft het weer ingetrokken. Het is weer in handen van de staat. En zij heeft mij beloofd dat zij mij een bereisverklaring zal geven conform mijn aanvraag. Dan komt het weer in uw handen dus? Dus ik hoop dat het weer in handen komt. Ik heb, laat ik zeggen, als de minister dat heeft gezegd, heb ik heel veel vertrouwen erin. Dat het zo wordt. Maar we gaan niet voor één persoon. Aladdin fout aan met je moet draaien. Het is bereid omdat de druk enorm was. Oh, ik weet niet of het daaraan heeft gelegen. Het kan ook zijn dat ik de rechtmatigheid hierop heb gewezen. Toch? Van, ja. Het is vervallen in 2021. En ik heb verlenging aangevraagd in 2020. Dus 5 maanden voordat het zou vervallen. Maar kunnen jullie een beroep doen op die mensen? Ah, sofa, ja. En een petitie aan het denken speciaal die meneer Soerin. Ja, ja. Het is niet specifiek voor de heer Soerin. Het is voor heel Suriname. Want het is, ik kan niet anders betitelen dan grondroof. En dit kan niet langer getolereerd worden. U weet, wel, de duur van 40 jaar komt in deze periode, komende 4-5 jaar te vervallen. En... Het is roof, grondroof, waarom ik dat zo betitel. Je zit gewoon in je huis te kijken hoe jouw eigendommen toegeëigend worden door derden. En dit kan niet langer getolereerd worden. Dus in dit specifieke geval gaat het niet alleen om de heer Soerin, omdat hij zijn perceel nu terug kan krijgen. Maar er zijn nog heel veel mensen, landbouwers, hardwerkende landbouwers, die kijken hoe hun eigendommen toegeëigend worden door derden. Zijn rovers en aschieren die op de loer staan van, de 40 jaar, een verval, koos het indirect. Nee, dat kan niet meer. Daarom ben ik hier als districtsraadlid. Ik ben als districtsraadlid. Dat we mensen belangen moeten behartigen. En ik ga voorbeeld aanhalen van stelen en roven. Mijn vader was inspecteur van politie. En toen als kleine jongen hadden we een keertje een heleboel Maya's thuis gebracht. En toen zei mijn vader van waar hebben jullie die Maya's? Toen hebben ze gezegd, we hebben bij de buren geplukt. Zeg nee, ja, dat is stelen, ja. Maar op een gegeven moment zei hij, maar wacht, waar waren de buren? Toen zei ik, die buren keken toe. Hij zei, wacht, dat is geen stelen, dat is roven. Want als iemand toekijkt hoe je iemands eigendommen toeheigt, is dat roven. Daarom zeg ik grondroof.
We wonen daar, we doen onze activiteiten daar. En dan komt men met 3i die percelen terugnemen of onteigenen. Daarom, misschien moet ik een jurist vragen om een beter woord voor roven voor mij te zoeken. Maar helaas kan ik het nu alleen op roven houden. Wat is uw naam? Ik ben Bisser Wichal, RR-voorzitter van Saramaka Polder. Ano Saramaka Polder. Wacht even op de president. Komt de president of de directeur? Hoe gaat ik weet niet, we hadden kabinet. Wat zei we willen de president hier hebben? Want hij is de uitvoerende macht. We zijn net bij de wetgevende macht geweest. Maar heeft de president al boodschap gekregen? De voorzitter van ons. Dat wij in de zon voor moeten staan. Ja, dus we zullen, we hebben afspraken. Ik denk dat we afspraken hebben gemaakt. Hoe laat we gewenst zijn. We hebben toch afspraken. Dit is olie van Watra. Olie van Watra. Olie van Plaatje Alam Lakbang. Ik heb olie van water, maar ik kan niemand geven. Stop dubbele uitgiften. Allemaal zaken die er staan. Staan hier. We zijn hier bij de president, niet bij de voorzitter van de VHP. Maar uiteindelijk is hij je voorzitter. Hij is eerst mijn president. In Olifant is hij mijn voorzitter. Hier is hij mijn president. Okay. En uw president laat u wachten in de zon? We zijn bereid te wachten. In de zon? In de zon, voor onze gronden. Okay. Voor ieders grond. Voor alle problemen die mensen hebben met hun grond. Nee, is het dat duidelijk? Ja. Mooi. Kumar Narayan. Meer bekend als de pitbull. Thank you.